Mokhtar, jij zorgde voor de bevrijdende 2-0. Ja, ja. Want het bleef heel lang spannend, hè? Klopt. Als ik eerlijk ben, ik zelf, maar ook wij als team hadden hem eerder moeten maken. En dan inderdaad, dan heb je toch die spanning die blijft hangen omdat het maar 1-0 is. Maar ik denk gewoon dat we als team zijn geen gekke dingen hebben gedaan. We hebben ons aan de afspraak gehouden. En we weten dat we er nog vaker bij die goal gaan komen. En dat die dan uiteindelijk valt is denk ik gewoon een beloning van hoe we, ja, hoe we ons aan de afspraak hielden. En een beloning van het doorzettingsvermogen denk ik uiteindelijk. Dus lekker. Ja, want ik wou zeggen, ik zei net tegen Koen ook. Van nummer 1 tegen nummer 2, 3-0 afgetekend. Wat zegt dat over jullie? Het is wel een statement denk ik inderdaad. Ja. Hij is de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop. De nummer 2. Als je die zo wegstuurt, zeg maar. Terug naar waar ze vandaan komen, om het zo maar te zeggen. Dat is toch wel een statement die je maakt. Na de rest. Ja, dat zorgt wel voor verwachtingen voor jullie. Over jullie natuurlijk. Heb je al een beetje in je hoofd van ik word liever thuiskampioen straks? Of, die verwachtingen die creëren we zelf, ook onderling, ook toen de competitie begon zeg maar op het begin. We eisen gewoon alles van elkaar en niemand verzaakt daarin en dan is dit zeg maar waar je toe in staat bent zeg maar. Maar we herinneren elkaar er ook aan, we hebben nog niks, we hebben echt nog helemaal niks en nu hebben we nog één mooie wedstrijd. En daarna even rust, maar daarna beginnen we gewoon weer opnieuw. Want wat ik net is, ik heb het zelf vorig jaar ook meegemaakt. Dat je de winterstop ingaat met 12 punten achterstand, 10 punten achterstand. En bij Katwijk toen, hè? Precies, en we werden het alsnog. Dus het zegt helemaal niks, maar dit is wel gewoon, we zijn op de goede weg. En we moeten elkaar op ons scherp houden. En gewoon door blijven gaan zoals we. En verbeteren natuurlijk, maar op de manier hoe we bezig zijn. Ja, het is alleen wel jammer dat het inderdaad lang spannend bleef. Daardoor extra krachten verspild richting dinsdag, of is dat... Ik denk op die krachten komen wel terug als je die wedstrijd uiteindelijk alsnog wint. Ik denk als je 1-0 voor staat en het wordt uiteindelijk nog 1-1, dat je lichaam daar ook heel anders op gaat reageren qua gevoel en qua vermoeidheid. Maar dat je nu die wedstrijd met 2-3-0 wint en... Het gevoel is gewoon heerlijk en ik denk dat je daarom ook makkelijker door die vermoeidheid heen gaat komen. Ja, naar dinsdag.